The currency of the new economy is trust. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Patrick van der Valk. Ik ben een van de founders van Butler Buddy. En ik maak deel uit van dit fantastische team waarin diversiteit van expertise onze kracht is. Butler Buddy is een online vertrouwensnetwerk waar je elkaar kan inhuren voor huishoudelijke diensten. Zoals schoonmaken, klusjesmannen, tuinmannen, oppassen of kok aan huis. Op dit moment zijn we een kleine 5 maanden zijn we live met de website in Amsterdam en het Gooi. We hebben 350 community members en hebben we 1200% omzetgroei gerealiseerd. En de app zou in de zomer live komen. We zijn recentelijk uitgekozen tot de 10.000 bezoekers van de Next Web Conference tot een van de 20 beste startups. En Butler Buddy is hier om een aantal problemen op te lossen. 1, dat is tijd. 2, flexibiliteit. 3, vertrouwen. Nou kan ik dat uit een eigen ervaring in mijn verhaal vertellen dat ik 4 jaar geleden bij Morgan Stanley werkte en super druk was en op zoek was, ik had weinig tijd, op zoek naar een schoonmaakster. Wat doe je dan? Dan vraag je binnen je netwerk aan je vrienden, familie, buren of collega's om te zien van wie zij inhuren. En omdat jij natuurlijk die mensen vertrouwt. Want als je over dit soort waardevolle bezittingen praat, zoals in mijn geval mijn huis, maar in jullie geval misschien je kinderen of je huisdieren, dan wil je zeker zijn dat je deze persoon kan vertrouwen met deze verantwoordelijkheden. En dat is van wat Butler Buddy doet. We creëren een menselijke connectie online. En het unieke aan het feit is dat je ten eerste kan zien via vertrouwenslijnen hoe je elkaar kent, via vrienden, familie, buren en collega's. Ten tweede kan je hun waardevolle reviews en ratings zien, omdat dat degene zijn die ertoe doen. Ten derde, alle werkers bepalen hun eigen tarieven en beschikbaarheid, zodat we een gelijke werkomgeving creëren. De markt is op dit moment 2,5 miljard groot, waarin 1 miljoen mensen gebruik maken van deze services en zal in 2023 groeien naar 4,9 miljard met 2 miljoen huishoudens die hier gebruik van maken. Dat is een verdubbeling. Onze doelgroep zijn 1 en 2 verdieners met of zonder kinderen, hoger opgeleid en minimaal 2 keer modaal inkomen. Wij brengen een commissie in rekening van 15%, maar we doen daar bovenop ook nog een vaste fee die we teruggeven aan de community voor mensen die hun vrienden, familie en collega's en buren uitnodigen. Maar dat is nog niet alles. We doneren ook aan de Charity Buddy Foundation, waar we mensen onder de armoedegrens mee helpen. En dit alles hebben we gecreëerd met ons eigen geld en de support van een crowdfunding campagne. En op dit moment zijn we op zoek naar investeerders die geloven van wat wij geloven, zodat we kunnen uitbreiden naar alle grote steden in Nederland en later in het buitenland. Om zo nog meer mensen te helpen het vertrouwensissue te overwinnen. Mijn naam is Patrick van der Valk, wij zijn Butler Buddy. We love to help people and that's what makes us happy. Thank you very much. Weer strak getimed, perfect. Wie heeft er een vraag voor Patrick? Zou je wat kunnen vertellen over concurrentie? En je hebt heel veel van dit soort benaderingen, hè, waar je ook werksters kan huren en zo. Dit is iets anders, maar kan je een beetje vergelijking maken? Dus niet ja, dat is goed. Ik kan daar makkelijk een vergelijking in maken. Je hebt websites zoals Helpling of bijvoorbeeld van waar je naartoe gaat en je wil gelijk een dienst afnemen. En dan weet je dus niet van wie er naar jou toe komt in je huis en voor jou schoonmaakt en dat is prima. Je hebt andere concurrenten bijvoorbeeld zoals Jobbedoe, waarin je zegt van nou goed, hè, waar je in een biedingssysteem kan zeggen van nou ik wil mijn huis laten schoonmaken bijvoorbeeld voor €50 en dan gaan mensen daarop afdingen. Wij geloven meer vanuit het sociale principe van dat we er een netwerk omheen hebben gebouwd, zodat mensen wat ze toch al doen in de offline wereld gewoon via vragen van welke schoonmaakster, et cetera, klusjesman, ze gebruik maken. En wij brengen dat in kaart. Wij doen dat online met Facebook-profielen, zodat je kan zien, hey, ik ken deze schoonmaakster, ken ik via deze en deze vrienden. En dat is van hoe wij eigenlijk anders zijn en waarin de werkers zelf hun uurtarief kunnen bepalen en hun agenda kunnen bepalen. Dus het is ook een beetje zo van, wanneer je wil werken, ben je beschikbaar en kan je dus die tijd omzetten in wat bij te verdienen. En daarin is, laten we zeggen, de vrijheid heel groot en kan je dus zien ook gewoon, zoals hier op een kaart,
zie je bijvoorbeeld van, nou goed, hè, waar alle Butler Buddies zitten die diensten aanbieden. Dat is bij jou in de buurt, dus kan je ook makkelijk schakelen om iemand in te huren. Dus dat is van hoe wij eigenlijk ja, een netwerk eromheen hebben gebouwd en waarin het anders is. Beantwoord dat de vraag? Of? Ja, oké. Yes, excuus. Ik loop eerst even deze kant. Ja, ik vraag me af, als ik straks een schoonmaakster vind bij jou op dat platform, ja. Ga ik dan ook via jouw platform factureren? Of is het, als ik iemand heb gevonden, dat je me dan kwijt bent eigenlijk? Of Nee. Het is zo van, het betalingsaspect, dat verloopt via ons. Klanten die hebben creditcardgegevens en die worden zodra dat de opdracht is afgelopen, dus hè, je bestelt eerst iemand, je reserveert eigenlijk iemand voor, laat zeggen, 2 uur het schoon te maken, maar stel het duurt nog een uur langer, dan kan diegene, de werkster, kan aangeven, oké, ik heb een uur extra gewerkt en dan gaat het naar de klant toe, het overurenbriefje, en dan wordt het van zijn creditcard afgehaald en de Butler Buddy wordt eens in de 2 weken wordt die uitbetaald. Ik weet even niet zeker of de naam klopt, maar het is wel een bekende site. Waarom zijn jullie beter dan Workspot? Ik bedoel, zij werken ook met reviews, dus het verhaal over betrouwbaarheid zit daar denk ik ook in. Waarom zijn jullie beter? Ja, goed, kijk, wij bekijken het van een ander perspectief. Van dat, bij Workspot daarin is het meer dat mensen kunnen inschrijven daarop in. En wij beredeneren het van de andere kant waarin wij zeggen van, nou goed, ik ken deze via en deze levert goede kwaliteit voor deze prijs. En dat is van, ja, dat het anders is en dat wij van een ander, ja, laten we zeggen, perspectief daarnaar kijken. Met een netwerk eromheen. Beantwoord dat je vraag? Of is dat, laten we zeggen, tuurlijk kan iets beter zijn of niet beter, maar wij geloven dat dit beter is van hoe de werkelijkheid eigenlijk is van hoe je aan een klusjesman komt die je via vindt. Ja, dankjewel. Via welk platform zijn jullie gefund en voor welk bedrag? Doorgaan.nl voor 71.000 euro. Ja, en wat voor geld is het? Is het een lening of is het... Het grootste gedeelte is lening. Okay. Maar er zaten ook donaties tussen, dus dat zou zeggen. Het is ook donaties en lening. Oké. En welk bedrag zoeken jullie nu? Jullie hebben het al gezegd, maar is het ontgaan? Ik heb het zelf nog niet verteld, maar het staat op de one-pager. Dus 500.000 euro. In aandelen of lening? Laat zo zeggen, het is bespreekbaar uiteraard over aandelen. Oké, dankjewel. Sorry, je hebt wel je naam mee van de valk. Als je daar een linkje mee zou kunnen leggen, dan... Nee, goed, ik hoop dat uw ervaring met Hotel van de Valk, dat het een goede beleving en service is, want dat proberen wij ook te doen. Ik had misschien nog een laatste vraag. Volgens mij gaat het nu alleen over schoonmaken, maar... Ik meen me te herinneren dat jullie ook andere diensten leveren dan schoonmaken. Ja, dat klopt. Volgens mij, ik heb aangegeven van schoonmaaksters, klusjesmannen, tuinmannen, oppassen en koks aan huis. Dat is van waar wij op focussen. Maar mensen kunnen in een profiel, laten we zeggen, ook nog andere diensten toevoegen van wat ze, willen aanbieden gewoon. Okay. Daarin kunnen ze hun eigen prijzen ook bepalen. En dus per dienst verschillend ook. Ja, top. Is er iemand nog een laatste vraag? Ja, wat is de omzet nu? Wat is de omzet nu? De omzet nu, nou goed, laten we zeggen, we zijn 4,5 maand zijn we live. Maar ik kan zeggen van dat we laatst een eerste dag hadden dat we een omzet hebben gehaald van 4.000 euro per dag. Pardon. Ik was nog even op me aan het inwerken wat hij zei. Als echte Hollander zijnde zou ik na een goede ervaring met een klusjesman daarnaast een mobiele telefoonnummer vragen. En dan zou ik de volgende opdracht 15 of 10% goedkoper kunnen krijgen, denk ik. Dus ik vraag me af, hoe hou je ze uniek voor jouw platform?
Goed, dat proberen. Uiteraard is dat nooit helemaal af te dekken. En dat weten we ook. Maar we hebben het zo goed mogelijk proberen af te dekken door het feit van dat er een referral marketing systeem in zit. Dus van als jij 10 andere vrienden uitnodigt, dat je per uur van wat zij, laten we zeggen, bestellen, dat je 50 cent op je account krijgt. En daarnaast hebben we er een charity foundation aangehangen waarin, laten we zeggen, je goed doet voor je community gewoon. Dus zo om dat sociale draagvlak met een community te bouwen, van dat je daar minder snel aan zou gaan. En wij geloven ook in het feit van dat je in de toekomst steeds meer, laten we zeggen, diensten gaat afnemen via het netwerk. Kijk, je kan zoals bij een Uber, kan je ook één taxichauffeur gaan bellen van, nou goed, ik wil graag jou als taxichauffeur, maar ik heb nu geen tijd, of et cetera. Dus het gaat om de opties en het gaat op het moment van wanneer je het nodig hebt gewoon. En wat ik net zei over die referral marketing en een charity donation daarin. Dat is het beste wat ik kan beantwoorden. Als er geen vragen meer zijn, een applaus.